Op een Primera-vestiging in Bladel is vrijdagavond een overval gepleegd. Aan het begin van de avond kwam een man de winkel aan de Van Dissellaan binnenstormen en wist er uiteindelijk met een nog onbekend geldbedrag en sigaretten vandoor te gaan. Bij de overval raakte niemand gewond en de overvaller had geen wapen bij zich. De politie is begonnen met een onderzoek.